De komst van de veroordeelde pedoseksueel Benno Larue heeft in Kranenburg voor grote onrust gezorgd. Verschillende ouders hebben bij burgemeester Steins van het grensdorp hun zorg uitgesproken. Onlangs werd bekend dat Larue zijn hel had gezocht net over de grens bij Nijmegen. De woning van Larue is gelegen in een kinderrijke omgeving en is op steenworp afstand van een kinderdagverblijf. Reclassering heeft zijn handen afgetrokken van Larue en heeft geen invloed meer op de keuze van zijn woonplaats. Larue heeft zijn straf uitgezeten en is een vrij man.